Welkom bij Pointed. Leuk dat je kijkt. Het discussieprogramma over onderwerpen die centraal staan in jouw leven. Het onderwerp van vandaag is muziek. Wat doet muziek? Muziek doet iets, maar wat is dat? Muziek maakt iets los bij je van binnen. Je kunt vrolijk worden van muziek, je kunt verdrietig worden van muziek. Nou, het antwoord op die vraag, daar hopen we deze aflevering achter te komen. Wij zijn de straat op gegaan om te kijken wat jij voor muziek luistert en waarom je daarvoor gekozen hebt. Kijk met me mee. Top 40. Hip-hop. Ja, metal. Hip-hop, R&B. Rustige rock. Hardcore, R&B en house. Rap. En hip-hop. Lady Gaga. Ja. Nou, ik luister heel veel R&B. Ja, nou ja, gewoon top 40 het meest. Ja. Ja, van alles, hip-hop, R&B, ja, soul en zo. Ja, eigenlijk alles wel. Ja, ik vind het gewoon relaxed. Chille muziek. Ik vind het gewoon relaxed. Hip-hop vind ik gewoon vet. Die teksten vind ik gewoon vet. Muziek heb je in allerlei soorten en maten. Van zwaar klassiek tot ruige rock. Nou, en denk je dat je een bepaalde stijl eindelijk kent, kom je erachter dat er binnen die stijl ook weer ontzettend veel diversiteit is. Nou, wij zijn op zoek gegaan naar een echte muzikoloog. Met haar zijn we de dance scene ingedoken en zij laat ons zien dat binnen de dance scene heel veel diversiteit is. En meer. Zij laat ons zien dat muziek wel degelijk iets met je doet. Nou, dit was het nummer Airway van Rank One. Je kunt wel horen, hele zweverige muziek eigenlijk. Synthesizer erop. Een vette echo ook erop gezet. En je krijgt daardoor een beetje het gevoel van, ook omdat er zit zo'n piepje doorheen bijvoorbeeld, dat je een beetje aan het zweven bent. Nou, de housemuziek is ontstaan eind jaren 70, begin jaren 80. En werd op dat moment gebruikt als een paraplu-term voor alle elektronische dansmuziek die er toen was. De houseparties kwamen eigenlijk op met de acid house. En dat begon zo rond 1987, dus eind jaren 80. En die houseparties, dat waren echt trekkers. Want er kwamen zo ontzettend veel mensen op af, honderden mensen. De sfeer was daar heel sinister, duister, veel lichtshows, rookmachines. Ja, die hele sfeer, dat trok gewoon mensen aan, jongeren vooral natuurlijk ook. En dan konden ze de hele nacht op losgaan. En tegenwoordig is dat weer een beetje in. Want je ziet echt heel veel jongeren ook weer die dat soort kleding dragen. En die hebben behoefte om zich bij zo'n groep thuis te voelen. En ontlenen hun identiteit daar ook echt aan. En we kennen natuurlijk ook de rave parties uit de jaren 90, de gabberparties. Nou, die zijn een poosje weg geweest. En nou zijn ze ook weer terug. Want er zijn heel veel jongeren die daar ook weer inderdaad naartoe gaan. En die zich identificeren met zo'n club. Door middel van Lonsdale kleding bijvoorbeeld. Op het moment dat je daar bent op zo'n party. En die hele entourage is er. Een soundscape zou je het ook wel kunnen noemen. Dus alles eromheen is erop gericht om jou als danser of als bezoeker in bepaalde sfeer te krijgen. Dan word je daarin meegezogen en dat vinden mensen gewoon prettig. In de trance staat de melodie voorop. Het is heel belangrijk dat er een mooie melodielijn in zit. De opbouw is heel erg belangrijk. Het begint altijd met een langzame, trage beat. En dan komt er steeds meer bij. En dan op een gegeven moment is er een climax. En dan heb je meestal in het midden nog even een break. Dus dat je eventjes helemaal... dat zie je wel eens van die mensen die dan even heel rustig hun lichaam laten bewegen. Zo voelt dat ook als je die muziek hoort. Dat je eventjes zweeft als het ware. En daarna dan is er weer de opbouw. En dan een slot. En in de trance gaat het er echt om dat je in de sfeer komt. En het heet trance omdat de bedoeling is, en dat gebeurt ook vaak, dat mensen op een gegeven moment na lang te hebben gedanst en te hebben geluisterd, het gevoel krijgen alsof ze zich in trance bevinden. Wat doet muziek met je? Het doet iets, maar wat doet het? Dat is natuurlijk de vraag. En ik denk dat daar gewoon echt in meespeelt dat alles wat er omheen zit, hè, dat ook een van grote invloed is.
Vandaag aan tafel heb ik de volgende gasten. Ewout, welkom. Ja, leuk dat je er bent. Jij bent jongerenwerker. Ja. Herken jij dat muziek invloed heeft op het leven van jongeren? Ja, zeker. Je hoort gewoon om je heen dat jongeren zijn ontzettend veel bezig met muziek. Het doet ze ook enorm veel, zeg maar. Je ziet op hun Hive zie je dat ze YouTube-filmpjes hebben staan met de bands waar ze naar luisteren. Of de dance-muziek waar ze naar luisteren. Ze hebben het er onderling veel over. Hun kleding, hun identiteit, wordt er allemaal wel door gevormd. Dat proef ik echt omheen. Interessant, komen we straks ongetwijfeld op terug. Dick, welkom ook. Dank je. Jij hebt in je leven heel veel te maken gehad met muziek. Ja, klopt. Stel je trouwt morgen. Wat voor muziek ga je draaien op jouw bruiloft? Dat wordt messiaanse muziek. Dat is joods-christelijke muziek. Omdat dat nu heel belangrijk is in mijn leven. Mijn leven is heel erg veranderd. En goed, het is niet altijd zo geweest dat ik die muziek mooi vond hoor. Maar nu is dat belangrijk voor mij. Maar jij kiest dus echt voor die bepaalde muzieksoort. Voor die bepaalde gebeurtenis. Ja. Omdat het waarde voor je heeft. Het heeft zeker waarde voor mij. Ja. Oké, mooi om te weten. Steven, welkom ook. Ja, bedankt. Jij hebt in je leven ook ontzettend veel meegemaakt met muziek. Dat was niet altijd even positief. Daar komen we later nog op terug. Wat betekent muziek voor jou? Ja, muziek betekent een hele hoop voor mij. Het vult grotendeels in hoe ik me voel op een dag. Als ik een dag begin met duistere muziek, dan zou ik die dag ook een stuk negatiever ingaan dan als ik met hele vrolijke en levendige muziek de dag inga. Het doet een hele hoop. Dus jij bent eigenlijk al met Ewout eens. Jij zegt muziek beïnvloedt je. Absoluut. Nou, gaan we straks verder over praten. Aniek, jij zit ook al hard ja te knikken. Ja. Jij bent echt een muziekliefhebber. Ja. Je bent ook een beginnende songwriter. Je schrijft je eigen liedjes. Als ik aan jou vraag of ik je mp3-speler mag zien, wat voor muziek ga ik aantreffen? Dan vind je geen mp3-speler. Ah. Die heb ik niet, helaas. Maar als ik er één zou hebben, dan zou ik er absoluut voor zorgen dat ik een grote variatie aan verschillende muzieksoorten op heb staan. Zodat ik lekker kan kiezen in welke mood ik ben, wat voor muziek ik dan luister. Jij bent ook niet voor één bepaalde stijl te vangen op dat betreft. Nee, dat klopt. Oké. Nou, jullie twee waren het eigenlijk al met elkaar eens. Jij bent een ontzettende muziekliefhebber, dus als ik eigenlijk aan iemand moet vragen of muziek je beïnvloedt, dan zou jij er antwoord op moeten geven. Ja. Ben je het met hem eens? Ja, absoluut. Ik denk dat de muziek die je luistert, tenminste, je kiest, dus ik kies zelf bepaalde muziek uit in wat voor stemming ik ben. Dus ik denk dat dat dan ook wel bevorderlijk is voor je stemming. Nou, gebruik je dan alleen je gevoel, zeg maar, van het moment om te kiezen welke muziek je luistert? Ja. Dat klinkt heel abstract natuurlijk, hè? Maar het is wel, als ik muziek luister, heb ik zin om muziek te luisteren. Dus dan heb ik ook al een bepaalde voorkeur lichtelijk. Maar dan heb je het precies omgedraaid. Dan beïnvloedt de muziek jou niet, maar jij hebt eerst een bepaald gevoel en daar kies je muziek bij uit. Ja. Bij mij is het precies andersom. Op het moment dat ik een bepaald gevoel wil krijgen, dan zet ik een bepaalde soort muziek op. Als ik energieker wil worden bijvoorbeeld, dan zet ik hele energieke muziek op. Als ik chagrijnig ben en ik wil weer vrolijk worden, dan zet ik vrolijke muziek op. Dus, maar... Dat is grappig. Wie van jullie kan mij uitleggen wat dan precies die beïnvloeding is? Want ik ga werken, ik zet de radio aan, die is niet al te hard, die is niet overheersend. Ik hoor het wel gewoon. Als ik op een gegeven moment het refrein 3 keer gehoord heb, ga ik meeneurien. Maar ik doe gewoon mijn werk. Ik heb daar voor de rest niet echt heel veel effect van. Nou, wat ik denk, tenminste wat ik heb meegemaakt in mijn leven, is dat de muziek op zich jou kan beïnvloeden. He, dus je hebt agressieve muziek, je hebt rustige muziek, je hebt liefelijke muziek, je hebt muziek waar veel boosheid en depressiviteit in zit. Een heel scala met muziek heb je. Maar wat ik heb gemerkt is dat ook teksten jou kunnen beïnvloeden. Ja. Teksten in de muziek kunnen jou beïnvloeden. En dat neem je onbewust in je op, tenminste dat had ik. En op die manier is mijn leven wel heel erg beïnvloed. Ja. Dat kan ik wel zeggen. Dus eigenlijk zijn we het er alle vier over eens dat muziek iets met je doet. Ja. Nou, en zeker in het leven van Aniek is dat iets wat we wel kunnen beamen. Ja. Laten we daarna gaan kijken. Bij muziek denk ik allereerst aan genieten, aan vrije tijd, aan bezig zijn met wat ik eigenlijk het liefste doe. Andermans muziek kan ook heel snel aansluiten op hoe je je voelt of wat je denkt. En dat vind ik heel mooi aan muziek. Dat vind ik heel positief.
dat je door muziek heen dat je begrepen kan voelen. Of dat je misschien een soort bevestiging kan, eruit kan halen over wat die muziek je vertelt. En ik denk dat muziek toch wel een heel groot emotiemiddel is. Dus dat je er echt emotie door kan voelen en daardoor aangeraakt kan worden. Dat het gewoon mooi kan zijn. Het is een passie voor me om gewoon muziek te maken. Om melodieën in elkaar te zetten. Om dat je bezig gaat met woorden opschrijven en met akkoorden verzinnen en dat er dan een liedje uitkomt. De diepste reden dat ik zelf liedjes schrijf is dat ik een soort van orde in mijn hoofd krijg. Misschien is dat wel een goede benaming. Dat ik door muziek en door liedjes kan ik opschrijven wat ik denk, wat ik voel, wat ik ergens over vind. En op die manier misschien wel dingen verwerken. Doordat ik heel veel heb geluisterd naar Maria Mena's CD, is een proces voor mij op gang gekomen, een verwerkingsproces over dingen die gebeurd zijn. Ik heb dat op papier gezet en pas een jaar later weer naar teruggekeken en er toen muziek bij geschreven. En het was zo af en dat nummer heet I Miss You, omdat ik een persoon heel erg miste in mijn leven. Een van mijn favoriete nummers is van een koor van de Continentals. Een nummer heet I Pledge Allegiance to the Lamb. Wat het met me doet, is dat ik er vrolijk van word. En dat krijg ik het liefst mee zitten blaren. En af en toe doe ik dat ook. En denk, oh, ik zit op de fiets. Dat is misschien een beetje gek. Het is een heel vol nummer. Dus het lijkt net alsof je het sowieso als je het in allebei je oren hebt. Dan ben je één met het geheel, met de muziek. En het maakt me gelukkig. Op zulke momenten dan denk ik gewoon verder ook niet na. Dan ben ik gewoon puur aan het luisteren naar de muziek. En wat dat met me doet. En ik word er gewoon vrolijk van. Ik word er blij van. Gelukkig. Zorgeloos. Misschien. Dat is het goede woord. Aniek. Ja. Hoe was het voor jou om dit weer terug te zien? Ja, leuk. Ja, leuk. Confronterend. Enerzijds. Maar ik ben het er wel mee eens. Ja, toch wel. Je bent het, is, niet meer, het is wat ik gezegd heb. Je staat achter jezelf. Ik sta heel goed. Compleet achter mezelf. Mooi. Wat ik zo mooi vond aan jouw reportage is dat als jij over muziek praat, je gaat glimlachen, je ogen gaan stralen, je gaat anders praten. Dat is helemaal jouw ding, hè? Ja, absoluut. Ja. Dat gaat diep. Dat gaat heel diep. Herkennen jullie dat? Ja, maar ik denk dat bij haar muziek een ander... doel en gedeelte in haar leven inneemt als bij mij dan. Laat ik het even persoonlijk houden. Dus het zit bij jou wat meer? Nou goed, muziek is wel belangrijk voor mij. Maar kijk, jij speelt een muziekinstrument. Daar kan je wat mee. Je pakt waarschijnlijk vaak je gitaar. Ja. Dat heb ik niet. Dus voor mij is het echt een cd'tje erin of mp3 of wat dan ook. En gewoon lekker luisteren. Gewoon lekker luisteren. Jij staat ook heel hard ja te knikken al. Ja, klopt. Ik kan echt gaan glunderen van muziek. Absoluut. Hoezo dan? Hoe kan je er iets over uitleggen? Ja, op het moment dat ik zin heb om een bepaald soort nummer te horen. En ik zet willekeurig bijvoorbeeld mijn afspeellijst aan. En vanuit het niets komt er gewoon een nummer wat ik echt... Ja, dat hits de spat. Dat gewoon precies goed is op dat moment. Dan word ik echt heel vrolijk. Ga ik helemaal glunderen. Ja. Ja. Hey Wout, jij misschien zoiets? Ja, voor mij is muziek ook... Ik merk dat het bij Aniek heel diep gaat, omdat ze ook zelf dingen schrijft, zeg maar. Songtekst en dergelijke. Voor mij heeft het ook nog een spirituele lading. Dat, ik aanbid God ook door middel van mijn muziek, zeg maar. Okay. Dus muziek is echt een onderdeel wat je helemaal betrekt in jouw persoonlijke leven. Ja, zeker. Ja, ja, een heel groot onderdeel. En je noemde het al, jij schrijft ook zelf liedjes. Mm-hmm. Dat doe je omdat je dat kan en omdat je dat leuk vindt. Ja. Maar zoals we gezien hebben, je schrijft het liedje... Precies in een situatie waarin je het moeilijk hebt. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ik denk, het is heel lastig denk ik om antwoord te geven met woorden. Van wat is nu muziek? Wat doet muziek nu? Omdat muziek met de klanken, emoties, dat gaat gewoon diep. En ik denk dat
Als ik dingen meemaak, dan vind ik het heerlijk om even van me af te schrijven. En dan vind ik het ook leuk om er een liedje van te maken. En dan is het gewoon af, klaar. En dan gaat het de prullenbak in. Dus ik kan zeggen, muziek is net dat stukje verder. Wanneer jouw mond ophoudt, dan neemt de muziek het over. Ja. Want wat hij ook zegt, is dat hij, als hij zich even lekker bijvoorbeeld vrolijk voelt. Dan, en bijvoorbeeld hij zet zijn afspeellijst aan. Er komt precies een nummer wat daarop aansluit. Yes, dan dat maakt het even compleet. Dat maakt dan je gevoel, je dan emotie. Maar wat ik merk is, dan heb ik soms hard gewerkt en dan kom ik thuis en zet ik wereldmuziek aan. Mm-hmm. En dat is dus vaak zonder tekst of de tekst versta je niet. Maar dat kan dus ook precies datzelfde oproepen, hoe je het wil zeggen. Dat brengt ook een extra instrument. Prettige gevoel bij jou, Ros. Zou je dan even stoppen met nadenken bijvoorbeeld? Zou dat zijn, dat je door muziek... Ja, gewoon rustig op de achtergrond een muziekje, dat ontspant al voor mij. Ja. Het hoeft nog ineens de tekst te zijn of wat dan ook, maar gewoon de muziek op zichzelf. Dus muziek speelt eigenlijk allemaal een rol in jullie leven. Ja. En bij jou gaat het echt diep om woorden te geven aan dingen die je zelf niet meer kunt zeggen eigenlijk. Ja. Nou, positief allemaal. Muziek kan ook negatieve kanten hebben. En daarvoor gaan we kijken naar een reportage van Dick. Als ik denk aan muziek, dan denk ik als eerste aan emotie. Ik kom me er echt helemaal in kwijt. Je kan je er helemaal in verstoppen. Je doet je koptelefoontje op en je bent gewoon in dat wereldje. En dat kan niemand van je afpakken. I want to be someone else, so I'll explode. Als ik nu terugkijk, dat ik 10.000 euro uitgaf aan de Rock Band Queen, denk ik van, waar was ik mee bezig? Dat denk ik echt. Hoe koop je voor 10.000 euro cd's van de Rock Band Queen? DVD's, video's. Ik kocht alles dubbel. Ik wilde gewoon alles hebben, want ik vond het gewoon zo machtig en zo mooi. Dus op een gegeven moment had ik van één liedje wel 10 verschillende versies, bijvoorbeeld. Het is echt gewoon weggegooid geld. Heel zonde. En op een bepaalde manier kan ik er ook... Ja, boos is niet het woord, maar denk van, hoe ver was ik toen? Ik ben vrolijk van aard, maar ik was helemaal niet meer de jongen die ik was. Ik was zwaarmoedig, kon niet met mijn emoties overweg en dat had ik eerst helemaal niet. Misschien is het een stukje puberteit ook geweest. Maar wat ik wel merkte is dat die muziek daar een hele grote invloed op had gehad. Want als ik me niet lekker in mijn vel voelde, dan merkte ik ook dat ik die muziek van Queen ging luisteren, die juist zwaarmoedig was, die dat nageestige met zich had. Als ik me even mijn power eruit wilde gooien, dan ging ik de krachtige hardrock nummers. En zo werkte dat bij mij. Maar ik had het wel nodig. Het was een uitlaatklep, maar ik kon niet meer zonder. De identiteit van Queen werd mijn identiteit, omdat als je de zanger Freddie Mercury neemt, die is vrij grof in de mond. Het gebeurde regelmatig dat ze op het podium dingen vernielden. Ze waren gewoon aan het vernielen. Gitaren, piano's, ze vernielden het gewoon. Vooral de beginmuziek van Queen was heel naargeestig, heel depressief. Er zat een bepaalde ondertoon in. En ik merkte dat voor mij door de jaren heen een stukje depressiviteit had gegeven. Wat ik heel duidelijk merkte, is dat de identiteit van Queen mijn identiteit werd. Ik wil alles zelf doen. Ik heb andere mensen niet nodig. En daar zingen ze ook heel veel over. Achteraf denk ik van hoe heb ik dat niet kunnen zien eigenlijk? Hoe heb ik niet kunnen zien dat muziek zo'n invloed op mensen heeft dat ze doen wat de muziek zegt? Dick, hoe is het voor jou om net weer terug te zien? Mooie reportage om mee te beginnen. En ja, het heeft de kern geraakt. 100%, ja. Heftig. Zo was dat toen ook echt. Ja, heftig. Nee, het is niet meer heftig om terug te zien. Nee, voor jou niet, maar jij hebt meegemaakt. Maar Aniek, voor mij niet. We komen daar straks op terug. Maar voor jou, we hebben net een hele leuke reportage voor jou gezien. Hè? Ja. Wat muziek met jou doet, hoe komt dit op jou over? Heftig. Okay. Ja, wel. Ja, nee, maar dat is veel. Ik kom alleen maar positief in aanraking met muziek. En ik heb eigenlijk eerlijk gezegd ook nooit nagedacht over dat het ook negatief kan zijn. Dus, okay. Hoe komt dat dan, dat je daar niet...
Ja, dat, ik weet het niet. Ik ben er nog nooit gewoon mee in aanraking geweest. Nee. Jij wel? Ja. Huh? Jij komt later nog terug, maar jij bent ook niet altijd even positief met muziek in aanraking geweest. Nee, kun jij je vinden in Dick? Ja, zeker weten. Ik kan me in allebei kan ik me heel erg goed vinden. Ik heb ook hele positieve momenten met muziek. Maar ik heb ook ontzettend negatieve momenten gehad met muziek, absoluut. Ja. Je kan er gewoon echt in meegesleurd worden. En ja, dat er gewoon... Dat je aan het einde terugkijkt naar het pad wat je eigenlijk hebt bewandeld in die tijd. En dat je je afvraagt waar je mee bezig bent geweest. Hoe je veranderd bent door die muziek. Hoe je gewoon echt je hele leefstijl is gewijzigd. En dat was in mijn geval was het echt heel negatief. Maar dat zijn echt hele grote dingen die je zegt. Je hebt het over levensstijl, beïnvloeding en zo. Is dat iets wat jij herkent bij jongen? Ja, absoluut. En ik vind het ook opvallend dat... Hè, het is heel erg positief, een beetje tegen negatief, zeg maar. En dat kom ik in mijn gemeente... Ja, dat botst enorm. Maar ik zie het dus ook met jongeren, dat ze en positieve muziek luisteren en negatieve. Of gewoon vooral negatieve, of vooral positief. Maar hoe krijg je nou jongeren van negatief naar positief, om het zo maar te zeggen? Dat is wel een vraag die mij bezig maakt. Maar zie je niet... Ja, kijk, dat zal weer, dan ga je het alweer oplossen, laat me zeggen. Maar nu die paradox. We hebben het nog steeds over muziek. En we zitten net over te praten. Hè? Ik kan me daar aardig in vinden. En nu, het is gewoon 180 graden gedraaid. Nou, ik denk dat het ergens elkaar wel raakt. Want, uiteindelijk is het dezelfde emotie. Uiteindelijk is het dezelfde emotie, maar beïnvloedt het mij positief? En beïnvloedt het dan jou? In dat geval heeft het jou negatief beïnvloed. Ja. En, maar dat vind ik wel dus wonderlijk. Als ik bijvoorbeeld kijk naar just identiteit. Dus we horen dat bij jou zei, het heeft misschien met puberteit te maken, hoorde ik je zeggen in de documentaire. Ja, klopt. Bij jongeren dan bijvoorbeeld. Die zijn super op zoek naar een identiteit. Ja. Maar is dat echt allemaal... heeft het allemaal met muziek te maken? Zijn er niet andere dingen? Kijk, jij had het net over het wegvluchten, laat maar zeggen. Maar je zei ook, nou, de puberteit speelt misschien een rol. Ja, ja, het is een puberteit. Het ontdekken van wie je bent. Het ontdekken van wat je voelt, wat je vindt. En dat kon ik in die tijd vinden in die muziek. En het was niet van, pats, boom, ik ga die muziek luisteren. Maar jij zegt... het ging langzaam. Ja. Je ging langzaam die kant op. Maar ik kon me vinden in die muziek. Dus wat dat betreft zit je weer heel dicht bij Aniek. Ja. Want jij hebt ergens geen woorden voor. En die muziek... Het is dezelfde uitlaatklep, om het maar even zo te zeggen. Alleen bij mij wordt meer de negatieve kant belicht en bij jou meer de positieve kant. Ja, want jij treedt daarmee naar buiten, je schrijft liedjes, maakt jou vrolijk en jij keert ermee terug naar binnen. Jij wordt er depressief van, jij zit heel hard te knikken. Ja, dat klopt. Dat is weer dat ik moet zeggen dat ik het beide inderdaad ken. Dat je het heel erg kan uiten, maar dat je ook heel erg persoonlijk kan raken en dat je echt helemaal terugtrekt in jezelf. En dat in beide positief als negatief. Je kan van muziek, heb ik gemerkt, heel vaak erg agressief worden. Als je agressieve muziek opzet en dat uit je gewoon alles en iedereen om je heen. Je kan ook heel positief in jezelf worden. Jij zit al gelijk heel hard te knikken en jij zit ook al zo'n beetje te knikken. Maar als ik muziek opzet op mijn werk, hele agressieve muziek. Hè? Maar hij staat niet al te hard, ik ben gewoon aan het werk. Ik lijk gewoon door. Ik merk dat niet. Stoort het je niet? Kijk, nee. Ik kan me zelf, als ik nu een beetje over aan nadenken ben. Stel, ik zou inderdaad, ik zou echt druk bezig zijn. Ik zou drukke muziek aanzetten. Dan zou ik gek worden. Want dan kan ik niet meer mijn hoofd stopzetten met nadenken, zeg maar. Kijk, om even op jouw vraag terug te komen. Wat voor mij voornamelijk een kern is en was, is dit dat... het gaat niet alleen om de muziek, maar het gaat ook om de boodschap die erin zit. Okay. En daar ben ik dus heel erg bewust van geworden op het moment dat ik dus eigenlijk me identificeerde, dat is een moeilijk woord, maar eigenlijk een beetje gelijk werd aan die rockband op dat moment. Dat ik me dus ging nabootsen in mijn gedrag. Toen pas gingen de belletjes rinkelen en had ik zoiets van, hey, dit is niet goed wat er nu gebeurt. Okay. Want het deed iets met je. Het deed iets met mij. En het doet nog steeds iets met je. Muziek doet ook nog steeds iets met jou. Ja. Muziek doet iets, hè? Daar hebben we het over gehad. Zullen we een kort rondje doen? Ewout, wat doet muziek? Ja, verbindt. Verbindt? Ja. Voor mij is het een uitlaatklep met een boodschap. Een uitlaatklep met een boodschap. Ja, het vormtje. Het vormtje? Ja. Vult me aan. Het vult je aan. Ja. Nou, echt supermooi antwoord ook. Leuk dat ik dit gesprek met jullie gehad heb. Heel prikkelend onderwerp. Ik heb niet het idee dat we er al helemaal uit zijn. Leuk ook dat jij keek. Muziek doet iets, dat was het onderwerp. Dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Waar wij naar op zoek zijn, is wat muziek met jou doet. Ga daarom naar onze website. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hoi!